Het Kyocera Stadion is veel meer dan de thuishaven van ADO Den Haag. Het is een volwaardige evenementenlocatie die de afgelopen jaren meer en meer op de kaart is gezet. NV ADO Den Haag kent in Hospitality en Events Kyocera Stadion nu ruim 3 jaar een succesvolle dochteronderneming. Het stadion wordt zo'n 17 keer per jaar gebruikt voor de thuiswedstrijden van ADO Den Haag en is de overige 348 dagen een veelzijdige evenementenlocatie. Het Kyocera Stadion is voor vrijwel elk evenement geschikt. In de Zuiderpark Lounge en Residentieclub kunnen per zaal al zo'n 500 personen in theateropstelling plaatsnemen. En door de vele overige zalen en ruimtes, zoals de kleedkamers en sky lounges, zijn er al evenementen geweest waarbij 20 subzalen nodig waren. Wat het Kyocera Stadion ook uniek maakt ten opzichte van andere evenementenlocaties, is natuurlijk het veld. Het kunstgras kan op basis van beschikbaarheid betreden worden tijdens evenementen. Daarbij kunt u denken aan een presentatie waarbij de spreker op het veld staat en uw gasten plaatsnemen op de tribune. Maar ook uw evenement onderbreken met leuke teambuildingactiviteiten op de heilige grasmat van ADO Den Haag behoort tot de mogelijkheden. De ligging tussen de A4 en de A12 en de enorme parkeergelegenheid voor de deur maken dat het stadion voor iedereen perfect te bereiken is. Het is niet voor niets dat grote organisaties van evenementen zoals het WK Hockey, de Nuclear Security Summit, Prinsjesdag en vele anderen kiezen voor de gemakken en mogelijkheden van het stadion. Medio 2015 is het stadion genomineerd door het gerenommeerde vaktijdschrift Meetings voor de award van beste evenementenlocatie van het jaar 2015. Door de vele stemmen stond het Kyocera Stadion begin november bovenaan de ranglijst en heeft daarmee automatisch de award voor de beste evenementenlocatie van het jaar 2015 Regio West in de wacht gesleept. Prachtige beloning natuurlijk, maar de verkiezing wordt nog voortgezet tot 31 december. En het team van Hospitality en Events doet er alles aan om nog zoveel mogelijk stemmen te ontvangen, zodat het Kyocera Stadion zich op 1 januari mag belonen met de titel Beste Evenementenlocatie van het jaar 2015 Nationaal. Naast alle evenementen in en rondom het stadion verzorgt de afdeling Hospitality en Events ook alle catering in het stadion tijdens de wedstrijden van ADO Den Haag. Voorafgaand aan de wedstrijd kunnen gasten, met toegang tot het hoofdgebouw, een tafel reserveren in onze brasserie. Tevens worden de verschillende businessruimtes voorzien van catering en worden er uitgebreide buffetten geserveerd in de sky lounges op de derde en vierde verdieping. Natuurlijk worden ook de overige supporters niet vergeten. Manager Ron de Visser licht u dat graag nog even zelf kort toe. Wat we ook nog doen is voor 10.000 man worst en cola. Lekker! Bent u nieuwsgierig geworden? Vraag dan gerust naar de mogelijkheden en neem een kijkje op de website www.kyocerastadionevents.nl. Wij ontvangen u graag in het Kyocera Stadion.